Afgelopen vrijdag trotseerde de Leidse plastic soepsurfer Marijn Tinga samen met boardshaper Bram Hogendijk de Noordzee in een poging om in recordtijd over te steken naar Engeland. Ja, het was bijzonder ruig. Het was echt een hele heftige overtocht. De wind was schuin van voren. De omstandigheden waren verre van ideaal om over te steken. Het was bijna windkracht 6 en dan schuin van voren. We hebben golven gehad van 2,5 meter als het niet meer was. En ja, daar ga je niet harder door. Nee. En dan wordt het enorm zwaar door. Plastic vervuiling, dat is echt een van de uitdagingen van deze tijd. En Nederland is een van de weinige landen, of het enige land ter wereld, waar er wel statiegeld is op grote petflessen, maar niet op kleine petflessen. En het is gewoon laaghangend fruit. Als we ervoor zorgen dat we het uitbreiden, dan hebben we direct een vermindering van de hoeveelheid plastic afval naar zee. Het oversteken is gelukt, maar het record dat op 7 uur en 53 minuten stond is niet verbroken. De overtocht is natuurlijk wel geslaagd in die zin dat er heel veel aandacht is gekomen voor waar het eigenlijk om ging. En dat is aandacht voor plastic afval in zee.